Ayurveda staat voor kennis van het leven. Maar hoe kom je aan die kennis? En ook niet onbelangrijk, hoe kun je die kennis vervolgens toepassen? Nou, ik ga het vandaag vragen aan meneer Mehta van het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland. Meneer Mehta, wat kunt u nu precies voor een cliënt betekenen? Ik kan aan mijn patiënt zeker vertellen wat zijn constitutie is en welke dingen zijn goed voor haar, welke dingen zijn minder goed voor haar. En wat veranderingen moet ze brengen in haar voeding. Omdat voeding werkt als een medicijn. Als je juist voeding hebt, wat voor je constitutie juist is, wat voor je constitutie goed is, dan heb je medicijn niet nodig. Omdat je voeding zal werken als een medicijn. Dat is ons geloof. Dat is hoe voeding moet werken. Okay. In Ayurveda, we behandelen mensen op drie verschillende niveaus. Fysiek niveau, mentaal niveau en spiritueel niveau. Hier men denkt dat als iemand geen kwaal heeft, hij is gezond. Maar zo is het helemaal niet. Heel veel mensen gaan bij de arts en arts kan niks vinden en wordt gezond verklaard, ga maar naar huis. Maar men voelt niet goed. Hij kan zelf moord plegen, maar in het ziekenhuis was niks gevonden. Zo wat wil dat zeggen? Dat geen ziekte gevonden hebben in het ziekenhuis wil niet zeggen dat men gezond is. Nee. Hij is zijn spiritualiteit, spiritueel niveau, hij is niet blij. Het gaat meer over de happiness. Het gaat over de happiness. Ability to experience the happiness within yourself. Ja. That's what most men missen. En wij in Ayurveda. Ik ga u introduceren met yourself. Dat u bent, dit bent u. Wat u bent zelf vergeten. Ik ga u introduceren met yourself. Ik ga u een real constitutie terugbrengen. Waar in de real constitutie ervaart u de spiritualisme. Ervaart u de spirituele kracht. Dat wat ons basic natuur is om blij te zijn. We zijn basically heel content mensen. Ja. We zijn basically heel blij mensen. Zo, leefwijze kan een of de ander verstoring brengen. Ja. En met de constitutiekennis kan ik men weer naar zijn basis terug. De toegang tot je eigen geluk. Ja, ja. Nu heeft u in 1980 de Ayurvedische geneeswijze in Nederland geïntroduceerd. Hè? En inmiddels heeft u hier naast ook een opleidingsinstituut. Hè? Wat leert u nu mensen het allereerst? Wat is het basisprincipe? Basis, het is 4-jarige opleiding. Ik heb meer dan 1800 studenten tot de heden opgeleid. En ze zijn allemaal bezig met een of andere wijze met hun praktijk. Ayurveda te promoten, Ayurveda te gebruiken. In het eerste jaar, wat we mensen opleiden, is zelf kennen. Ze moeten zelf kennen. Ze moeten natuur begrijpen. Omdat we zijn natuurbidders. We kunnen niet tegen de natuur. We moeten natuur kennen. We moeten natuur respecteren. We moeten natuur begrijpen. En we moeten met de natuur meegaan. Als we dit basis, wat heel simpel klinkt, we moeten natuur begrijpen. En natuurlijk volgen. Ik denk dat we hebben heel veel geleerd. Hoe ben je eigenlijk met Ayurveda in aanraking gekomen? Toen ik in een periode van mijn leven terecht kwam waarin ik er zelf ervoer dat het niet goed met me ging, werd ik onderzocht door de dokter en die constateerde bij mij celiakie. Ja, dat is een heel vervelend iets, want het betekent dat je geen darmflora meer hebt. En die darmflora wordt alles opgenomen wat je nodig hebt. Dat ging, was er dus niet meer, dat ging niet goed. Dacht aan, wat ga ik nou verder doen? Want je krijgt een hele dikke bijbel mee met alle mogelijke producten van verkade en drost en dergelijke. Wat je wel mag hebben, ook wat je niet mag hebben. Dat is een heel gedoe. En ik dacht, er moet toch iets meer zijn. En op een gegeven moment kwam in mijn hoofd weer die dokter Mehta. Ik dacht, weet je... Al woont de goede man helemaal in Groningen. Ik ga hem één keer tenminste opzoeken, bofte ik, in de Thijsenstraat. En ik kwam bij hem en in de wachtkamer hier zat het vol met mensen, want dokter Mehta maakt geen afspraak op tijd, maar zegt je kan komen, je bent welkom. En op het moment dat hij binnenkomt, kijkt hij en ziet hij een nieuw iemand en hij komt naar je toe. En op dat moment begint zijn diagnose. Of je opstaat of je blijft zitten, hoe je hand aanvoelt, of je hem aankijkt, hoe je hem aankijkt, wat voor... Uiteindelijk was ik zo ver dat ik aan de beurt was. Hij ziet alles. Ja. Hij neemt je op. Ja. Hij neemt je echt helemaal op. Hij diagnosticeert al op het moment dat hij... Begint meteen. Ja, direct.
Toen kwam ik bij hem binnen, in de kamer waar jullie waarschijnlijk ook hebben opgenomen. Ik ging op de behandeltafel liggen en dan krijg je het meest vreemde. Hij knijpt in je teen, hij knijpt in je nagel, in je tong, in je ogen, trekt aan je haar, trekt aan je dingetje hier, zo'n velletje. En toen ging hij achter zijn bureau zitten en hij zei, kleed u zich maar weer aan. En ik ging zitten en toen ging hij mij vertellen wat ik had. En terwijl hij me aan het vertellen was wat ik had, de tranen liepen over mijn wangen heen. Dit was voor het eerst bij al die artsen, al die therapeuten waar ik geweest ben, iemand die mij begreep, die wist wat ik had. Die je ziet. Ja. 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 Hij ging me even vertellen. Nou, dus ik had dus helemaal met tranen mijn ogen naar hem te luisteren. En toen zei hij, weet u bent een Nederlandse vrouw. In Nederland eten ze brood. En u gaat gewoon weer brood eten. Ik had misschien in geen 2 jaar meer brood gegeten. Met ik uw heb bijbel. Het niet gedurfd. Ja. Nee, dat was ook gezegd. Dat bleef hier in gonzen. En ik ging met een, wat ik noem, konijnenkeuteltjes naar huis. Doosjes vol, een heleboel doosjes vol. Een maand later, geloof ik, mocht ik pas weer terug, of 3 weken later. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik zorgde dat ik goed die dingen at. Ik keek me alsmaar in mijn hoofd naar die boterham die ik mocht eten. Ik durfde het niet. En hij zei, koekjes, gewoon Nederlandse koekjes. Er zit gluten in. U woont in Nederland, u eet gewoon brood en gewone koekjes. Vele boterhammen ben ik daarna gaan eten, want na dat eerste stukje ging het goed. En dat ga je langzaam wat opbouwen, totdat ik eigenlijk weer gewoon at. Ik at weer, zoals jij, zonder enige restrictie voor gluten. En dan heb ik eens in de zoveel tijd een ziekenhuisconsult. En dan wordt er met een kijkertje door die dikke darm heen gegaan. En uiteindelijk zei de specialist, nou gaan we ook eventjes kijken naar hoe die dunne darm van u is, want dat kan u op dit ogenblik. En daar komt dat kijkertje bij die dunne darm. En op het scherm zelf, kan je meekijken, zie je een hele weelderige, hele vivante flora die daar beweegt. En die dus helemaal klaar is om alle voedingsstoffen op te nemen eruit. En toen zette hij het stil, want je voelt het ding toch niet in je zit. Hij zette het stil en zei, nou mevrouw, u houdt zich zeker wel heel erg goed aan uw dieet. En toen zei ik, nee dokter, helemaal niet. Juist niet. Nee, integendeel, ik eet alles. U wilt het niet weten, ik eet echt alles. Maar dankzij dokter Mehta en zijn aanpak hiermee, kan ik dus alles eten. En kijk, ik ben op gewicht, het gaat goed voor me, ik zie er goed uit. En het is werkelijk, toen zei hij, ja, hier zouden we eigenlijk meer van moeten weten. Dit is wel te frappant.